Ik zie dat iedereen zijn wisbordje gepakt heeft. Hartstikke goed. We gaan verder met de les rekenen. Net als dus op veel scholen hebben ze ook hier op de plevierschool niet genoeg leraren kunnen vinden. En dus gaan de kinderen dit jaar 4 dagen naar school in plaats van 5. Op vrijdag werken ze thuis aan opdrachten. Wel jammer, want we missen wel veel dingen. Je hebt daar ook geen juf of meester of iets enigs wat je daar hebt, dus je vader of moeder. Maar die zijn natuurlijk geen juf en meester, dus ja, het is wel een beetje vervelend, ja. Het is niet echt goed voor je leerstand en je ziet je klas ook minder. De directeur van de school vindt het ook niet leuk, maar volgens hem kon het echt niet anders. We hebben er eigenlijk voor gekozen om zoveel mogelijk kinderen wel naar school te laten gaan. Want we hadden natuurlijk ook eigenlijk minder klassen kunnen vormen. En dan hadden ze misschien, hadden die allemaal een 5-daagse schoolweek kunnen hebben. Maar dat betekende dat ook heel veel kinderen geen school hadden gehad. Heel goed. Gelukkig zien sommige kinderen ook positieve kanten aan deze oplossing. Het is ook wel fijn dat je wel gewoon langer in je bed kan blijven. Niet elke dag heel vroeg hoeft op te staan. Even verderop in Amersfoort, op basisschool Het Scala, zitten ze met hetzelfde probleem. Heb jij een vraag? Ja. Zij hebben een andere oplossing. 3 klassen zijn samengevoegd tot 2. We zaten vorige groep met 19 en nu met een 27. Er zijn vorig jaar ook een paar juffen weggegaan. Dus ik denk dat het daardoor misschien komt. Ik vind het wel drukker en dan kan ik me minder snel goed concentreren. Vind ik niet zo goed, want dan krijgen sommige kinderen niet genoeg aandacht. We hebben voor deze oplossing gekozen omdat we willen dat alle kinderen 5 dagen in de week naar school gaan. Dus we willen niet minder dagen naar school. Dus daarom een grotere groep. Maar ook hier wil de directeur liever dat er gewoon genoeg leraren zijn. Ja, dat vind ik heel vervelend. Want je wil gewoon eens dat kinderen in hun eigen groep naar school kunnen. Dat het niet ieder jaar anders is. Ja, dus je wil natuurlijk voldoende leerkrachten. Daar zijn leraren het mee eens. Op 5 oktober gaat een deel van hen daarom protesteren. Ze willen dat de regering meer doet om het lerarentekort op te lossen. Bijvoorbeeld door juffen en meesters een hoger salaris te geven, zodat meer mensen het beroep willen doen. Wat is een VW? Hier in de klas zijn er in elk geval al een paar die wel leraar zouden willen worden. Vroeg gehoord. Ja, want je leert kinderen meer weten over dingen. Dus... Het lijkt jou wel een leuk beroep. Ja. Het was niet echt mijn idee om dat als werk te doen, maar als het echt nodig is, dan doe ik het wel.